Wat een hoop bombardie was dat weer, zeg. Heb je dat gezien toen met die Ronaldo en met die Pogba? Die daar dan ook even, zogenaamd als egootje, even een statement wil afgeven. Maar er zit helemaal niemand op te wachten. Niemand zit te wachten op een statement van die gasten die denken dat ze groter zijn dan het elftal van hun land. Of die groter zijn dan het toernooi. Dat is niet zo. Nee. Want ook zonder jullie gaat dat toernooi rustig door. Dus ga daar nou niet opgeblazen eventjes stoer staan te doen van ik pak een flesje cola en dat zet ik dan aan de kant. Want de cola is zo slecht. En heb je er nooit van gehoord, beste vriend Ronaldo, jij domkop hier, dat je bijvoorbeeld, je hebt hier Coca-Cola Zero. Hier. Dit is gewoon met niks. Er zit geen suiker in, nul. Kan je gewoon elke dag drinken en dat doe ik ook. Hier. Lekker. Coca-Cola Zero. Kan je gewoon nemen. En van Heineken, Pogba, dat flesje wat jij opzij zette, dat was al 0-0. Geen alcohol in. Hé, die bestaan dus ook. Dus wat maken jullie je nou druk om die sponsors? Daar kan ik me dan zo aan ergeren. Aan dat zogenaamde, kijk mij eens, politiek correct, even een statement maken. Dat is het dan. Hé, wat je had moeten doen, jij, Ronaldo, en jij, Pogba. Als jullie zogenaamd stoer willen doen, dan had je gewoon niet naar dat toernooi moeten gaan. Dan had je moeten zeggen, luister eens, als dat toernooi gesponsord wordt door Coca-Cola en Heineken, dan doe ik niet mee, punt. Dat had je moeten doen. Kijk, dan had je mij gehad. Dan had ik gezegd, oh nou oké. Maar nu niet, nee, nu ga je toch maar meedoen aan dat toernooi. En dan kom je daar de boel vervelen met je statement. En dan kom je daar die sponsor beledigen die daar heel veel geld in stopt en het toernooi mogelijk maakt. En dan ga je daar zo mee om. Nou, het is werkelijk, als ik Coca-Cola was geweest of Heineken, dan had ik gezegd, elk toernooi waar die gasten aan meedoen, dat sponsor ik nooit en te nimmer meer. Punt. Dat hadden die grote merken moeten doen. Als tegenactie. Ik ben in ieder geval helemaal klaar met die Ronaldo. En ik ben ook helemaal klaar met die Pogba. En dat is ook de reden dat ik tijdens dit toernooi heel erg tegen Frankrijk ga zitten zijn. En ook tegen Portugal ga zitten zijn.